Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op eerste kerstdag. Het wordt een bewolkte eerste kerstdag en in het noorden kan er af en toe nog een spatje regen vallen. Maar vanmiddag blijft het wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt tussen de 8 en de 9 graden en er staat een matige tot krachtige wind uit het zuiden of zuidwesten. Aan zee kan de wind af en toe hard zijn. Vanmiddag is dat zeker het geval, de wind trekt namelijk nog wat aan. De temperatuur blijft op niveau zo rond de 8 à 9 graden. Verder is het nog steeds bewolkt. Vanavond kan er hier en daar wel een opklaring komen. De temperatuur daalt dan naar een graad of zes. Vooral aan zee trekt de wind verder aan. En ook in het warre gebied wordt de wind hard tot stormachtig uit een zuidelijke richting. Het gaat ook regen in de loop van de nacht. En ook morgenochtend regent het enige tijd. Maar vanuit het westen gaat het opklaren. Smiddags dus kan er dan een enkele bui vallen. De wind die zwakt wat af en de temperatuur ligt rond de zeven graden in de middag. Woensdag is het nat, met op veel plaatsen regen en temperaturen tussen de 4 en de 6 graden. En ook donderdag vallen er een aantal buien. Misschien zit er wel een natte sneeuwbui tussen. Vrijdag wordt de meest frisse dag, met temperaturen rond de 3 tot 4 graden en van tijd tot tijd natte sneeuw. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.